Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe vlog van mij op mijn YouTube kanaal, mijn derde vlog in totaal. Ik ben er vandaag in mijn eentje. Ik ga jullie vandaag meenemen naar een festival in mijn eigen hometown Zoetermeer. We gaan een bezoekje brengen aan Rastaplas en dat is een festival met allemaal reggae muziek, gezellige mensen, lekker eten, ook niet onbelangrijk. En dan neem ik jullie mee en laten we zien wat we gaan beleven mensen. Dank jullie wel. Veel kijkplezier. We gaan er nu heen. Nou, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, aangekomen op het festival Rastaplas. We gaan even een rondje maken. Ik neem jullie gewoon even mee. De eerste sfeer is gewoon geweldig. Heerlijk rustgevend allemaal. Heerlijke muziek. Neem jullie mee. Kom mee. Overal eettentjes, drinktentjes, heel gezellig. Aanwezig. Moet je wel heel eerlijk zeggen dat het een absolute slag mensen is die hier rondlopen. Er wordt ook gebloot, maar de sfeer is zo relaxed. Echt een heel leuk festival om even rond te lopen. Ik zou zeggen, het wordt ieder jaar in Zoetermeer georganiseerd. Voor het eerst in jaren geloof ik op over twee dagen georganiseerd, zeg maar. Ja, het is een heel relaxed sfeer. Zo. Zoals jullie kunnen zien, niet heel druk. Mensen zeggen van dat het weer daar debat aan is. Dat heb ik al twee keer gezegd nu in deze film. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik vermaak hier wel. Ik vind het wel leuk om rond te lopen. Er komt zo meteen nog een optreden op het podium. En daar gaan we jullie nog eventjes wat videoclips van laten zien. Kijkje bij Krebs Boeboe in de keuken. Harde werker, award winner, kijk maar. Of dat scherp is. Goedemiddag, ga even wat er een en ander proberen. Gaan we dat doen? Gaan we een schuppie pakken. Gaan we een schuppie pakken. En dan ben jij gaan draaien? Ja, ik kan draaien, oh, help. Met deze denk ja. Ik, hè? Hij ziet al, dit wordt niks voor mij. Kijk, hij lukt hem gewoon, hè? Kijk. Ja, lukt hij gewoon? Ja, ik zie het jou zo makkelijk doen, maar jij doet het ook al een jaar of... Oké, nou is het gewoon... een beetje loskomt, zeg maar. Hij schijnt door, en dan pak je ze zeg maar op, op het kwet. Nou, als jij een keer een hele rustige middag hebt, kan ik je wel helpen, ja. Maar als het druk wordt. Ik ga die ene met honing aan. Heerlijk, ga ik gelijk voor je doen. Ik ben helemaal blij met jou. Gaat het goed, Ryan? Ja. Dankjewel voor het filmen, jongens. En nou een beetje chocola. Ik weet niet wat je erop wil. Ja, chocola. Ja, hoe gaat dat van? Ja, dat maakt niet. Gewoon denk ik. Zo? Ja? Ja? Hier ook.
En dan pak je zeg maar tot zover. En dan ging hier even een steekdees van. Nou, als je echt een hele rustige middag hebt, kom. Nou, je meeste mensen liggen maar niet tegen, dan kan je zo weg. Oké. Hoi. Doe maar gewoon even, hè. Dat zie je ook niet zo vaak. Hij is er wel eerlijk in, hij zit mee. Ryan, dankjewel voor het filmen net. Ryan is degene die net het pannenkoekfilmpje van mij heeft opgenomen. En dit is meneer Krebs Boeboe hemzelf. Je weet zelf. Dames en heren, zoals jullie net konden zien, hebben wij een pannenkoek gebakken. En die mocht ik zelf ook opeten. Heel vervelend, heel rot. Dat moet je zeggen, hij was heerlijk. Zoals gezegd, zou bij een kennis langs gaan van Krebs Boeboe. Daar hebben we ook net de pannenkoek gebakken. En nu we hier toch zijn, kan ik net zo goed even gelijk even een reclamepraatje voor hem maken. Ik moet je zeggen, heerlijke pannenkoek. Vult ook aardig met Nutella. En wat ik ook nog even bij wil zeggen, is dat ze natuurlijk ook awardwinner zijn. Lekker. En dat betekent dat zij bij een van de betere foodtrucks van het land horen. En ik hoorde de eigenaar net ook zeggen, meneer Zakaria, dat hij met zijn foodtruck ook in Duitsland gaat staan, waar zeg maar een algeheel kampioenschap wordt gehouden. En mochten jullie ze tegenkomen op festivals en dergelijke, zou ik zeggen, ja, je hoeft hier niet bang te zijn dat je geen lekker eten krijgt. Dat is echt heerlijk. De kraam nog eventjes. Lekker happen. Lekker happen. Jack is normaal gesproken van de kip en vandaag even een pannenkoek met, wat was het, kaas geloof ik, hoorde ik je zeggen. Ja. Moet eens kijken jongens, hé. Want dit is toch gewoon vakwerk wat je hier ziet. Waarom kaas voor de kippen, broer? Ja. Nou. Komen jullie Krebs Boeboe tegen op een festival? Neem gerust een lekkere crepe daar en dames niet uitlachen, hè. Dan ga je met een gerust hartje verder. Jack, nu al goedgekeurd? Ik ken er maar één dit. Oké. Ja! Yeah.
Bij het festivalterrein net verlaten. Dit was Rastaplas. Ik heb jullie eventjes een kijkje gegeven op het festival wat gehouden werd op het Noord-Aastrand. En ja, vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan eventjes abonneren op mijn kanaal hier beneden. En like deze video. Dan zie ik jullie ongetwijfeld weer terug bij de volgende. Die sneller gaat komen dan jullie denken.